Aanvoerder, vorige week lichtelijk een valse start bij Rode JC. Hoe is dat aangekomen? Nou, verliespartij is niet leuk. Maar daar baal je van, daar praat je over. Nou, dan scheld je misschien eventjes na de wedstrijd en dan ga je verder. Want wij hebben ook niet de illusie dat wij alle wedstrijden zullen gaan winnen. Dus dat is er eigenlijk gebeurd. Is dat ook een beetje wat men moet gaan doen? Het beeld een beetje gaan bijstellen van jullie? Want ja, jullie gingen de winterstop in als de nummer 2. Er wordt dan genoemd, ja, er is een titelstrijd tussen 4 ploegen. Maar Roda uit blijft dan gewoon een hele vervelende wedstrijd. Ja, nou ja, sowieso. Het is eigenlijk vrij simpel. Als wij zelf niet de dingen doen, niet de dingen goed genoeg doen, laat ik het zo zeggen, dan kunnen wij gewoon van iedereen verliezen. En dat hebben we in de eerste seizoen zelf al gedaan. En dat zal nu nog steeds hetzelfde zijn. Dus ja, eigenlijk, maar dat geldt voor eigenlijk alle ploegen. Eigenlijk ben je zelf je grootste tegenstander. En we zullen zien wie daarin de minste fouten maakt. Ja, toch hekelde de trainer de instelling. Waren jullie nog met je hoofd bij het Turkse strand? Of jij wat is het, Willemstad, Curaçao? Nou, volgens mij is dat ook wel een beetje bijgetrokken deze week. Wedstrijd ook wel teruggekeken. Daarin is het niet zo dat het alleen maar de instelling is. Volgens mij lopen wij over het algemeen hard genoeg. Dat is ook alweer uit de data gebleken. Maar heeft het ook met andere dingen te maken? Gewoon positiespel goed spelen. De juiste momenten. Roda in dit geval pijn doen met ballen erachter leggen. Daar heeft het ook gewoon mee te maken. En in verdedigend opzicht goed druk op de bal krijgen. En beter verdedigen. Dat heeft niet altijd te maken met hard werken. Ja, en ook misschien een beetje de overtuiging in de afronding hebben. Wat jullie toch ook de laatste weken voor de winterstop ontberen. Buiten die wedstrijd bij RKC natuurlijk. Ja, nou ja, we hebben met elkaar de beelden teruggekeken. En ja, wat ik zeg, dan is het vaak bij ons niet een gebrek aan hard werken. Maar de kansen benutten. Of in ieder geval meer kansen nog creëren. Want er lagen gewoon ontzettend veel ruimtes. En dat heeft de trainer voornamelijk aan ons laten zien. En daarin zijn wij tekortgeschoten zondag. Begin van het seizoen was Almere Go Ahead een echte topper. Ja, morgenavond is dat iets minder. Almere zit in een wak. Jullie zijn de favoriet. Zo simpel ligt het. Ja, ik vind dat wij thuis moeten winnen van Almere. Ik vind dat wij een beter elftal hebben. Ik vind dat wij een mooiere club hebben. Dus ik ga ervan uit dat wij gaan winnen. Alleen ja, dan kom ik terug op wat ik net zei. Als wij daarin niet 100% zijn, dan kan Almere het ons ontzettend lastig maken. Maar misschien maak je het jezelf dan voornamelijk nog wel lastiger. Ja, dat is een mooie Cruyffiaanse uitspraak zo aan het eind. Dan ga ik een eentje invullen. Ja, dan hoop ik dat je gaat winnen.